Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Shiny, jezus. Pokémon Harmony Shiny Cagelock met Sander van Gaming SB. Even twee dingen, ik heb Yui meegenomen, hartstikke leuk. En wat denken jullie dat dit is? Wat nu op mijn scherm staat. Een grote penis. Dat jij dat erin ziet, maakt me wel zorgen. ik ga in de comments van deze video, als ik het niet vergeet, ga ik het antwoord in de chat zetten. Of okay, tenminste... Dat ga je sowieso vergeten. De prompt die ik... Schrijf ergens op, Sander, aflevering 12. Ik heb Pietje. Pietje. Staat er allemaal andere shit op? Hier, het staat er. Oh, wacht, moet ik wel. Oh, je ziet het in spiegelbeeld. Zoals de mensen inmiddels door zullen hebben, wordt dit een lekkere low-pace serie. Ook omdat we gewoon lekker shinies aan het zoeken zijn. En dat doen we gewoon on-screen. Ik zag al op een gegeven moment een reactie van Jordi van, ja, kan je dat dan niet met versnelknop doen of zo? Ik zei, in theorie zou dat kunnen, maar ik vind het wel goed zo. Maar dat is een berry farm, daar kan je niet zoveel. Oh, sad. Oké. Ja, als je minder slow pace wil hebben, dan kan dat wel geregeld worden, toch? Ja, maar jij moet gewoon die shinies vangen. Ah! Oh nee, een dubbel battle. Dat wist ik niet. En Sander verliest een po... Hey, shiny Onyx. Oh, hey, dat is een gewone shiny Onyx. Vet. Nou, oh, het zijn twee Smurglols. Dit is normaal toch ook Shiny Onyx, deze keer? Smurgle, more like Smurlol. I guess. Wel soortgelijk. Mag ik één ding zeggen voordat je het doet? Kijk uit met welke aanval je doet, want hij zal Sketch doen waarschijnlijk. Oké, dan heb ik een plan. Never mind, dan heb ik geen plan. Dan kan ik deze ook switchen. Naar Schilly. Kan die, vilt hij niet gewoon en heeft hij dan niet struggle? Een sketch kun je maar één keer gebruiken. Dus als ik twee keer switch, dan denk ik dat ze beide struggelen. They do be struggling. The hating. Thundershock! Oh, what the fuck? Bubble! Wat een haat! Nou, deze heeft dus blijkbaar geen sketch. Wat dan onzin? Wel een Onyx. Ook level 18 zie ik nu. In dat geval, ja, ik moet haast terug naar Azula. Janne. Nee, want Bubble doet echt fucking veel natuurlijk. Alhoewel, Bubble is slecht, hè. Ik zit met Schilly ook een beetje met de Thundershock. Oké, ik ga switchen naar Azula, hopen dat hij het overleeft. En dan doe ik Bite op een Smurgle. Ah, dit is kut. Kering. Ik ga een Pokémon verliezen, sowieso. Wel, nee. Je bent zo'n Pokémon Master, Sander. Dat hoop ik. Ook doordat Azula blauw is, denk ik meteen... Oh, dat is gunstig, want dat is not very effective. Dat is niet hoe dat werkt. Oh mijn god. Welke doet steeds Thundershock? De linker, volgens mij. Ja, dat dacht ik dus ook. Oké, dan ga ik die healen. Nee, geen super potion, dat is niet nodig. En X defense. Oeh, dat is ook misschien wel een goede tactiek. Oh, jij never mind. Jij vindt gewoon een X defense. Super effect van Azula. Ja, dat dacht ik al. Kom op Azula, doe even Janne. Ga even grap. Oké. Okay. Happy gappy. Ik kan me herinneren dat ik volgens mij ook moeite met die battle had. Dat je dat nog kunnen herinneren, joh.
Ja, ik zeg ook een gevoel, hè. Ik zeg ook niet, dat is de waarheid. Oh, oké. Okay. Ik ga gewoon potions gebruiken. Want ik denk dat dat slim is. Oh, wat opgepikt even nog iets. Jammer. Jammering. I hate the paralyzing, man. Paralyzing. Oh, Sander. Ik zat in het vliegtuig en toen was ik aan het denken van... Ik moet eigenlijk een paralyze parody opnemen met Sander. Nou. Dat dacht ik. Oké. Dat is op zich een idee. Maar ik ben nu eventjes paranoia. Ja, dat snap ik. Incinerate hit ze beide. Dat is op zich goed. Met deze ga ik switchen, want die is paralyzed. Paralyzed, I'm trying to speak, girl. Na. Uh-huh. Ja. Dus dan ga ik naar Maloon hier, I guess. Want ah, dat was niet slim, want hij kan natuurlijk nog steeds één keer bubbelen. En Thunder Shock. Nee, want die is gesleept. Oh. Nee, ik wil niet op die kut Rhyhorn. Thief and End op. Critical hit on Azula. Dat hoeft niet. Is helemaal was dat niet nodig. Een critical roll toevallig? Ja, die vind ik leuk. Vind ik leukie. Oh ja, ik had... Ah ja, daarom had ik Maloon hier weggedaan. Omdat ik dacht, oh, die heeft kut attacks. En toen dacht ik, ja, laat ik hem terug doen. Is het zo'n Titan? Ja, dat kan wel. Attack on. Attack on, oh, wauw. Ja, ik volg geen anime, dus ik snap het. Ik ook niet, maar ik weet dat het zo heet. Ik weet, ik ken wel de anime Attack on. Schijnende Pocket Monster? Yo, Rapid Spin? Keep up moves. Oh, what the fuck? Die is cool. Ja, maar hoezo kan je die je wil cool tegenkomen? Ja, weet ik niet, maar... Dat kan normaal niet. Nee, maar ja, wat normaal kan in Pokémon Harmony kan... Nee! Niet waking up! Before you go? Ja, nou... Oké, hij dood. We hi happy, dood. We do being happy. Oh, lekker bezig. Je hebt gewoon gewonnen, Zandering. En dat terwijl ik nog zo weinig vertrouwen had in het niet dood laten gaan van mijn eigen Pokémon, hè? Ja, dat is ook waardoor je elke keer je Pokémon doodgaan. Dit keer niet. Door het feit hebben van het te weinig hebben van vertrouwen. Is hier een Pokémon in? Dit is lastig. Shield on. SMS shield on. Nee, ik ga geen stunspoor doen. Ik denk dat poison powder handiger is. Misschien ga ik mezelf haten voor dit. Maar hey. Wel nee, dat doe je toch al. Nou. Do I have ongelijk in? Kort twijfel. Dus dit is welkom bij de Harmony Pokémon. I Cage Lock, Nuzlocke, help me. Milan houdt me hier gevangen. Dat is niet eens waar. Nee, dat maar dat zou iedereen zeggen die iemand gevangen heeft. Ja, dat is wel waar. Oh, kidnap jij kinderen? Nee. Waarom zou ik? Of andersom. Hé, hey, heb je mensen gekidnapt? Ja, natuurlijk. Kom binnen. Neem ze mee. Wat is dat? Wajo? Zie je wat ik zie? Een man met een zonnebril? Zie je wat er op zijn riem staat? Nee. Ik zie letterlijk 3 pixels op zijn riem. Dit is normaal Team Flair, hè? Ja, zover was ik. Wacht. Battlestow. Nou, dat hoeft niet. Wacht. Ik wil vechten, bitch. Wow. Ga niet zo gemeen lopen. Kijk. Plasma? Oh, en nog een dubbel battle. Oké, let's go. Dit is wel vet. Ja.
beep, 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 beep. Oh, Petrat ook echt. Oh. Ja, ze hebben zelfs de tune gebruikt. Auw. Wat een loser, die guy naast me. Die guy naast me, die heeft gewoon zo'n niet shiny fledgling, hè? Ja, wat een loser, wat girl. Wat triest. Het is een boy. Nou, oh, loser boy dan. Want je speelt nu tegen Tierno en... Ja, en iemand anders. Maar ik speel met Callum volgens mij tegen die... Jij bent dikke die girl, en ja, die... Tierno is degene die wat steviger is en die andere gast. Ja, ja maar daar moet ik tegen. Tegen ja, die stevige. Trevor. Trevor en Tierno. Is dat zo'n roodharige? Ja. Zo'n ginger ale. Ja, dat kan. Static. Die fledgling gaat het niet overleven, denk ik. Dan mag hij die niet meer in de volgende cage match gebruiken. Dat klopt, ja. Arme Callum. Is het een hoodlum? Oh, mooi. Nou, fledgling is dood. Eigenlijk is dat helemaal niet zo mooi, want dan gaan ze allemaal focussen op mij natuurlijk. Nee, heeft Callum niet nog een Pokémon? Nou, dat hoop ik. Ja, dat is zo'n lelijke. De lelijkste gras-Pokémon ooit. Nou, Bulbasaur, nee. Oké, dat was een beetje te ver. Wel een beetje, maar Bulbasaur is ook wel lelijk. Ik heb mezelf gehit in de Confusion Sander, dat kan toch niet? Tip. Doe niet. Oh, thanks voor de tip. Reflect. Dit kan best wel goed van pas komen, denk ik. Seekering. Dan kan je iets meer reflecteren. En dan kan je zeggen, krijg de reflectering. Soms moet je gewoon reflecteren op je acties. Mm-hmm. Oh, jij hebt ook een reflect, zie ik nu. Dat kan... kan wel eens heel gunstig zijn. Of heel nadelig voor mij. Als jij reflecting gaat doen, hè. Ja, dan kan ik eens even reflecteren. Ja. Nou, daarna moet ik misschien wel reflecteren. Een flabébé, bbb. Dan ga ik acid-ing. Acid-ing. Rolling out? In the deep? Oh. Rolling out in the deep. Ja, dat is van het nummer, toch? Ja. Rolling out in the deep. Ik weet niet hoe de melodie gaat van het nummer. Dus we're rolling in the deep. Nee, we're rolling out in the deep. Is het dan, toch? Ja. Ja de, is het al een gloom? Versie. Weet ik niet. Wanneer wordt het een gloom, Sandring? Ik denk ergens in 20. Ja, denk ik ook, ja. Oeh, sleep powder. Ja, ik heb Jan. Maar ja... Is sleep powder 100% accuracy? Nee, spoor is 100% accuracy. Dan weet ik niet of het de moeite waard is. Oh, volgens mij was Stumpspoor wel 100% accuracy. Ja, maar is Poison Power wel beter. Ook als dinges... Ah, weet ik niet. Forget, nee. Mm-hmm. Ja, forget dinges. Hier, jij vuilen. Heb ik je überhaupt gesproken na de review van Wie is de Mol? Of ook niet? Nee. Wow. Wow. Dat is lang geleden. Ja, jij gaat ineens 3 weken op vakantie. Daar kan ik niks aan doen. Deze man, hè, gaat een beetje haat op het feit dat hij op vakantie gaat. Waarom gebeurt er niks met Sweet Sand en Rain? Omdat ze crazy in zijn. Kijk, die guy. Dat is gewoon een guy. Ja. Die guy is gewoon een guy. Dat kan echt niet. Ja, tegenwoordig kan dat niet meer. Soms. Je kan niet meer gewoon een guy zijn als je een guy bent. Wow. Nou, oké. Is dit dezelfde route als die flowers? Dat weet ik niet. Ik denk het ja, wel. Ja, ik denk het wel. Nee, je hebt nog een token over natuurlijk. Maar... Ja, maar... Ja, maar dan was het in ieder geval geen paniek als je
Als je opeens shiny tegenkwam. Ja, oké. Je moet die kant wel op, hè? Niet die kant op. Nee. Niet in de cave? Nee. Maar jij bent wel in de cave. Ja, maar die cave, de goede cave is hier. Naar links. Ja, daarin. Ik ga bijna dood in Xandering. Oh. Tip, doe niet. Nee, maar waarom? Waarom? Omdat je dan de goede kant op gaat. Nee, waarom ga je dood, bedoel ik? Oh, omdat ik gehit werd door een staart met poison erop. Jezus, wat een crit. Oh, dat is een crit. So bad. Wow, we hadden ook bijna dezelfde reactie op. Ja. Wat ziek. Heel ziek. Ga je daar zo'n schijnende Pokémon vangen, Xandering? Nou, misschien. Je weet het niet. Nou ja, misschien weet je het ook wel, maar ik weet het niet. Ik ben wel zo'n slimpie, hè? Dat moet je niet vergeten. Ja, daarom. Forewarn. I've bite. Oh ja, ik hoef deze ook helemaal niet te verslaan. Wat doe ik? Dat weet ik niet. Hem verslaan? Kan ik nu runnen? I mean, it's wel risk. No! Waarom moet ik nou weer risken? Oké. Oh, ik had gewoon naar mijn ding uit kunnen gaan, want die steel en steel kan die helemaal niks. Wing attacking? Attacking with the wings. Incinerating bitch. Ik voel energie beweging. Nou, dat deed niet eens. Killen. Incinerate. Ga weg, jij vuilen! Nee, ik blijf. Heb maar ik jij bent toch geen vuilen, momentje al uitgezet? Ja. Oh, niet? Oké. Okay. Oh nee, ook nog dit. Murali Coast. Leave me alone. Nee, ik ben nog niet ready. Jee, ze hebben de Pokédex geüpdate. Ze hadden me ook gewoon meteen de hele Pokédex kunnen geven. Hey, Momo heeft een item gevonden. Nee! Superpotion. Oh, ik kan nu niet meer bij die gras komen. Jawel, hier. Oh, meteen paniek! Je moet nog de shiny vangen, eerst in de grotto. Of nou ja, eerst ook niet per se eerst, maar... Ja... Yeah. Ja, zal ik eerst voor shinies gaan of zal ik eerst gewoon daar naar dat dingetje gaan en dan kunnen we de gym battle doen en dan hopla. Ja, maar je duurt echt nog lang voordat je in de gym bent. Dan moet je helemaal backtracken en je moet nog best wel veel shinies. Ik denk dat het voor jou handig is dat je alvast wel Pokémon hebt. Winchmer. Kun je hier ook zoiets centen eigenlijk? Je moet, ja. Je moet helemaal zelf weten wat je doet, hè. Maar... Ja, nee, eens, maar... Oh, ik... Het is Serena, ook wel... die snapt er niet zoveel van. Hoezo? Nou, die is one of the other. Oh, nou, dat is niet slim. Tip, doe niet. Ja, nee, je hebt wel gelijk, want stel, hè, ik zou nog een keer verliezen... Dan heb ik tenminste backup mons. Precies. Noibet, die wil ik. Die heb ik al shiny in Sword and of in Scarlet and Violet, maar dat maakt niet uit. Want hier is hij anders. Precies. I love anders. Ik ken dus Hans, hè. Die is ook anders. Dit heb ik toch best wel gemist hoor, dit moet je echt wel. Nee. Ja. Too bad. Oeh, wou ik zeggen dat man. Jordi dit niet gemist nee, heeft, maar voor... mijn enige Pokémon die hem... Oh. Yes, de Sand Attacker is eruit! Voor mij is dit echt super gunstig. Oh, geen Sand Attack meer voor jou, vriend. Mijn enige Pokémon die een... Die niet dood moest gaan omdat hij een... omdat hij iets mocht. Hoe heet dat? Een perk heeft. Ja, ik... Ja, ik kan niet... Ik ga niet liggen. Voor mij is het heel gunstig. Mm-hmm.
Want ik was best wel een beetje bang voor hem. Vooral na de eerste keer met die Sand Attack en zo. Ja, word lijp van. Sand Attack kan ik echt slecht tegen. En andere accuracy lowering moves. Oeh, dat is een goede aanval. Is dat een goede aanval? Maar hoe ging die dood eigenlijk? Door een brick break van Scraggy. Ja, dat is ook wel super effective, dus op zich. Oh, dat is ook super effective op mijn Bayleaf, denk ik me nou. Is fighting een super effective op steel? Ja. Dat wist ik. Oh, en hij heeft Moxie, dus het wordt alleen nog maar moeilijker om hem te verslaan ook. Ja. Yeah. Dat is kut. Ja, Psychic werkt ook niet, hè, want het is ook part dark type. Oh ja, maar ik heb Symphony, hè. Oh ja. Nou. Ja, dat is altijd goed, is keer 4. Want? Symphony? Omdat, Symphony is gewoon vervanging van... Harmony is gewoon vervanging van Fairy, zeg maar. Je Frogadier is dood. Nee, dat is niet van mij. Weet ik. Dat was ook een grapje. Oh. Ik was aan het kutten. Maar Harmony is gewoon vervanging van Fairy. En Scraggy is Dark Fighting. En Fairy is... Ja, oké. Dan snap ik hem. Nee, want Atoon, Steel was toch nu niet super effective tegen Harmony? Of? Jawel, Steel... Oh, niet? Ik dacht van niet. Maar ik kan het ook fout hebben, hè? Want het is wel echt 5 jaar geleden dat we de laatste keer dat we dat gezegd hebben. Dus. Ja, fucking plasma bitches. Ja, inderdaad. Doe gewoon even cool en wees even gas of vloeistof of vaste stof, maar ga niet plasma lopen wezen. En bitches, en fucking. Dit is ook een scheikunde grapje, niemand snapt hem. Nee. Yo bitch. Geef me Old Amber. Old Amber, nooit vergeten. Niet zo gemeen tegen die bitch. Okay. Door een bitch te noemen. Oh, dus ik dacht dat je Old Amber kreeg van hem. Do you want the jaw fossil of the silk fossil? The silk fossil. He do not be that old. Or Amber. Maar... Ik dacht dat je hier ook de Old Amber kreeg. Dat weet ik eigenlijk bijna zeker. Ik weet niet wat ik dan niet goed doe. Vergeet je ook nooit meer zijn naam? Nou, ook dat. Ik denk stiekem dat ik die nog ergens in deze grot kan vinden, wacht. Stiekem ook nog wel, hè? We waren gewoon stiekem doen, zodat ik het niet zag. Hè? En dan dat ik mijn encountertje misloop. Dat zo wou ben jij. Ik. Nou, dat vind ik niet lief. Ja. Even de plingeling. Hey, vuile bitch. Heal mij. Ik moet alleen even uitkijken dat ik Apom een ding niet meer. Apom en ding is niet meer gebruikt. Oh, welke item heeft hij gevonden? Oh! Voel je hem? Ik mag het wel niet gebruiken. Ik zag iets. Ja, het werd even zwart. Ja! Oh, Sheldon! Die is heel ziek. Die is wel vet, ja. Die is fucking ziek. Ik wil nu eigenlijk niet inblijven, want Oddish... Ik ben vooral bang voor die Noibet eigenlijk. Zou die... Ah, het is wel flying, maar zou die heel veel kunnen? Ah, ik ga eerst gewoon die Sheldon kapot maken. De niet-shiny overigens. Kapot maken ook. Ik vind Sheldon wel vet, maar ik heb natuurlijk al een water typing. Is ook ijs volgens mij trouwens, Cloyster. Officieel of niet? Cloyster is waterijs. Ja, dat is dan wel weer gunstig. Oh, als jij de shiny hebt gevangen, dan is het tijd.
De hoogste tijd. Om de aflevering te beëindigen. Word ik dan ook weer bedankt voor mijn avondgezelligheid? Ja. Dat is het. Omdat jij bent. Nu voel ik me speciaal. Bone Club? I always go to the Bone Club. The other clubs are not the same. Are not the same. Sander houdt van bonen. Nou. The Bone Club. Snijboon. Snijboon Club. Oh, jongens. Oh, dit was niet slim. Oh. Valt allemaal mee. Geen paniek. Ja, die uproar is wel eng. Hier. Oh, dat was ook great. Mijn kat wil erin. Oh. Ja. Hij doet het toch. Ja. Zoals jij zou zeggen. En ja, straks over een minuut later. Dan wil hij er weer uit. En dan zeg ik. Oh, je kent mijn kat beter dan hij zelf. Kabooming. Dit is letterlijk een stukje uit de stream compilatie volgens mij. Oh, lol. Lolling. Burst. He is bursting into flames. Niet raar lopen doen, hè? Niet op mijn laptop en alles gaan staan. Mag aandacht varen zoveel je wil, maar op mijn laptop staan? Oeh, dan word ik woest. Word je boos. Yo, Soul Rocking? Dat is van het genre, toch? Soul Rock. De genre. Muziek. Mm-hmm. Snap hem. Net ik dacht dat het zoals een instrumental. Was. Dat was ook ooit een dingetje, toch? Nou, ik ken het meer als een kledingstuk. Metal? Nee, een rock. Rock. Wat? Rock als kledingstuk? Wauw. Oh, Jesus. Daar moest ik lang over nadenken. 1. 2, 3, 17. Je hebt hem in. Ik was eventjes bang dat hij dan eruit zou gaan. De laatste encountering. Als ik nu niet shiny is, dan gaan we de aflevering beëindigen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik ben 2 Pokémon's kwijtgeraakt. Dat is wel heel erg jammer. Misschien wordt het nog beter. Sander is heel eventjes. Ik weet geen naam aan het bedenken. Jij helpt mij. Dat klopt, ja. Ik weet dat het geen... Ja. Dat is toch de karakter in Avatar wat het meest geseksualiseerd wordt, of niet? Is dat zo? Oh, dat zou best dat dacht ik. Dus toen jij zei Vagina, toen dacht ik... That's the way to go. Precies. Aha, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Adios, amigos.